Wat is de overeenkomst tussen appels, bermgras en frituurvet? Daar wordt biogas van geproduceerd. En Wabico doet dat hier. En het gas wordt opgeslagen in die tank daar. En het afdekken daarvan, daar komt heel veel bij kijken. Membrane Systems Europe verzorgt de biogasafdekking. En het gas wat hier geproduceerd wordt, is goed voor 2000 gezinnen. Marcel, jij produceert hier biogas, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn van Hoost, we hebben deze installatie hier gebouwd. Het bermgas wat hier aangeleverd wordt, ja, dat rookt al een beetje. Is dat al een beetje het begin van het proces? In feite wat je ziet is het begin van het proces, zou je kunnen noemen. Dus vandaar dat het materiaal zo snel mogelijk nadat het is gemaaid in de installatie moet worden gevoed. En juist die warmte terugwinning daaruit is iets wat deze installatie uniek maakt. Ja, dat is wel iets waar wij vanuit Hoosten in gespecialiseerd zijn. Om van alle stappen dat maximaal te integreren en dat zo efficiënt mogelijk op elkaar in te regelen. En dat doen we in heel Europa. Dit is wat jullie maken. Wij van Membrane Systems Europe zijn gespecialiseerd in de productie en de installatie van dubbelmembraandaken. En is dit hoe alle biogasafdekkingen gemaakt worden? Nee, wij werken hier met een bepaald procedé, waardoor we een dubbelmembraandak hebben, waarbij we de hoogte van de buitenmembraan en binnenmembraan kunnen variëren. Bijvoorbeeld van een minimum van 20% tot een hoogte van 50%, waardoor je als het ware een halve kogel hebt. Dit is het binnenmembraan, dit is het buitenmembraan. Is het ook van een heel speciaal materiaal gemaakt? Ja, wij maken dat van een heel hoogwaardig PVC-kwaliteit. Elk doek is deels gasdoorlaatbaar en wij hebben de laagste gasdoorlaatbaarheid die mogelijk is. Wil je voldoen aan de nieuwste Europese normen, bijvoorbeeld Eurocode 1, dan zul je op deze wijze afdekking voor biogasinstallatie moeten bouwen. Als onderdeel van onze levering leveren wij ook over- en onderdruktoestellen, bijvoorbeeld die hier gemonteerd zijn. Oh, dus die zorgt voor de druk tussen juist. Nee, die zorgt ervoor dat in het geval er in de vergister een te hoge druk is, dat die wordt afgevoerd. Ah, okay. Dat die druk wordt afgevoerd. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Hier zien we een dak. Wat we zien is hier is combinatie, dus er zijn raakvlakken van PVC-membraan. Het is heel belangrijk dat die natuurlijk altijd heel goed vast blijven zitten. Als die open zouden gaan, dan ontsnapt er gas. Wij brengen die aan elkaar, wij voegen die aan elkaar door middel van zogenaamd hoogfrequent lassen, waardoor er een hele hoogwaardige, gelijkmatige kwaliteit las ontstaat. En de manier waarop deze membraan is geproduceerd, is dat nou essentieel voor de wijze waarop biogas opgewaardeerd wordt naar het aardgas? Ja, zeg maar nieuwe generatie biogasinstallaties waarbij er directe injectie is in het gasnet. Daarvan moeten de daken voldoen aan hogere normen, moeten hogere drukken kunnen weerstaan en daarom is een hoogfrequente las in onze optiek essentieel. Mocht je ooit het idee hebben om biogas 100% te opwaarderen naar aardgas, dan is een dakbedekking als deze essentieel.